Mona Keizer. Die is door de BBB naar voren geschoven als... Ja, dat was het nieuws van de week. Premierskandidaat. Wat een zwakte bot was dat. Jongen. Had ik niet van die mevrouw van de Plas verwacht. Ik dacht dat ze wel een stuk kiener was. Ten eerste is Mona Keizer, daar moet je, als minister-president, daar moet je toch wel even enorm slikken en een andere bril opzetten. Wil dat... Nee, zij is totaal niet overtuigend. Ook weer zo'n partijhopper natuurlijk, ook dat. En dan tegelijkertijd met Mona Keizer bied je de verrafelde restanten van de gekke club van Thierry Baudet bied je ook nog aan als nieuwe Kamerleden die ook allemaal overgestapt zijn. Van ja, 21 geloof ik en dan nog eentje van de PVV. Niet allemaal, hè. Die Epker, die is volgens mij overgestapt. Epping, pardon. Nou ja, die heeft ook wat hij al niet voor avonturen beleefd heeft. Is ook zo'n zwerver van rechts, zal ik maar zeggen. Plushoppers. Nee, ik vond het echt een ontzettend zwakte bot van die BB-beweging. Maar als we eens even kijken naar de motivatie... Ik vind sowieso, nu we het er dan toch over hebben... dat hele gelul over onze nieuwe minister-president... ondertussen kunnen we een heel kabinet van minister-presidenten... van tevoren al reeds samenstellen. Wat een kletskoek. Zullen we nou eerst eens even wachten op de verkiezingen... eens kijken wat dat op gaat leveren... wat de coalitiemogelijkheden zijn... en misschien kunnen we dan eens praten over... een nieuwe minister-president, die in Nederland sowieso een heel andere figuur is dan in de Verenigde Staten of in Engeland, of zelfs de bondskanselier in Duitsland. Ja, Rutte heeft ook wat over gezegd tijdens de persconferentie vrijdag, maar wat is het verschil dan tussen Nederland en Amerika? Dat alle ministers in het kabinet hun eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van de volksvertegenwoordiging hebben. Daar gaat de minister-president helemaal niet over. Je had inderdaad die lollige mop over Lubbers van... die dan over de schouders van de ministers heen kwam kijken. Hè? Zal ik u even een beetje helpen bij dit? Hè? Zodat hij zelf alle problemen wilde oplossen. Nee, dat is in Nederland ongepast. Het is de minister-president is de voorzitter van de ministerraad. That's it, de voorzitter van de ministerraad. Dus hij heeft helemaal niet zoveel macht? Nee, hij kan wel macht opbouwen. Nee, Rutte die er 13 jaar gezeten heeft... Dus dan heb je al een grotere macht, maar die is in feite van een informeel karakter. Rutte zei het zelf inderdaad, ik ben ook ondergeschikt daaraan. Ja, was die maar iets ondergeschikter geweest, wie weet was het dan aan sommige opzichten. Nou, hij bedoelde meer functie in de algemene zin. Ja, dus dat ligt in Nederland wel anders. Ik vond deze hele discussie, wie er dan allemaal minister en allemaal minister-president worden, toch? Ik dacht nog, waarom ben ik niet gebeld, hè? Van dit soort van... Nou, je hebt eerder gezegd, ik ben ongeschikt. Ja, ik ben totaal ongeschikt, ja. Je hebt toch een keer bij Radio 1, dan mocht je dat indienen als jij minister was, maar dan zou je toch pas om 12 of om 1 uur beginnen? Zonder meer. Net als bij de slimste mensen beginnen we ook pas om 1 uur. Hè? We gaan dan niet een beetje de ochtend... ochtend lig ik in mijn bed. Ja. Maar hoe is het dan in Amerika? Daar heeft dus de president heeft dus wel die macht om op alle totaal. Departementen... Ik kan zijn hele kabinet, wat af en toe ook gebeurt, naar huis sturen als het niet zo lekker loopt. Denk aan Carter, die een groot deel van zijn kabinet eruit flikkerde. Ja, dat maakt natuurlijk nooit een vreselijk sterke indruk, omdat je ze eerst zelf allemaal benoemd hebt, natuurlijk. En als je ze dan 2 jaar later allemaal de laan uitstuurt, dat is natuurlijk ook ten opzichte van jezelf is dat een zwakte punt. Maar die macht heeft hij. De president is wat dat betreft de enige die hem de voet dwars kunnen zetten, zijn Senaat en Huis van Afgevaarden. Ja. Het Huis gaat over de centen. En de Senaat over alle mogelijke dingen als allianties en moet bovendien alle wetgeving uiteindelijk wel goedkeuren. Ja, dus de president in Amerika, Biden in dit geval, die kan dus bepalen wat er op het departement van Economische Zaken gaat gebeuren. Zeker, hij kan zo morgen de minister eruit flikkeren. Ja, en hier in Nederland kan Rutte dat niet, maar is Kaag daar de baas. Ja, zeker. Kaag kan tegen Rutte zeggen, je kunt er pot op, maar ik op grond van mijn ambtelijke adviezen, weet ik veel, besluit ik om iets anders te doen. Dat zal ze niet gaan doen. Omdat dat natuurlijk wel collegiaal in vrijdags in de kabinetsvergadering besproken zou worden. Ja. Kijk, als de minister van Financiën, zij zal misschien wel eens zeggen, vaak genoeg gebeurt denk ik, maar tijden dat de minister van Financiën echt een hele forse inbreng had in het beleid, dat varieert natuurlijk ook weer met de minister van Financiën, dat begrijp je. Maar dat dan zegt dat de minister van Financiën, nou die vind ik wel erg ruim, of het kan wel wat minder. En nou ja, waar de minister van Financiën voornamelijk ook voor is. Ja, dat kan gebeuren. Maar als de minister van Financiën elke week in de drijvenzaal zegt van, flikker op met die malle plannen, dan krijgen we wel, tenslotte kabinetscrisis. Is het een effectiever of beter dan het ander?
Ik ben een warm voorstander van de parlementaire democratie zoals we die in Nederland hebben. Ik ben ook tegen hervormingen op dat punt. Nou goed, bij omzicht heb je weer gezien. Het kiesstelsel wilde hij aanpassen. Dave Slokje, nee. Ja. Omzicht wil het ook weer allemaal anders. Ze hebben bovendien een hoge rechtshof. Daar zie ik allemaal het nut totaal niet van in. Omdat het naar mijn idee niet in de instituties zit in Nederland, maar in feite in ongelukkig ontstane verhoudingen die en in een reeks van ellende die door het neoliberalisme veroorzaakt is. Ja, we moeten zijn motivatie wel nog een keer even goed lezen, hè, waarom hij dit graag wil. Want, hij schijnt ook een verkort programma te hebben misschien, maar ik denk dat we wel een redelijke indruk hebben van wat zijn prioriteiten zijn. Ja, en dan toch nog... En natuurlijk door hem, maar deels ook door Frans Timmermans, is natuurlijk de hele nadruk in dit maatschappelijke debat op weg naar de verkiezingen ingrijpend verschoven. Omdat de VVD natuurlijk in zijn ultieme cynisme had gedacht, we gaan het even lekker op die immigratie draaien en dan winnen we, dan gaan we dik winnen, nou, enzovoort enzovoort. Dat gaat allemaal evident niet door. Ik begreep dat Omtzigt wel iets... een standpunt over immigratie heeft, dat het wel wat minder zou kunnen. Maar niet, Omtzigt is er niet de man maar om daar cynisch een groot spel van te maken bij de verkiezingen. Dus ja, ineens gaan die verkiezingen eigenlijk over die bestaanszekerheid. Want je hebt zeker wel gezien dat Jessel Gus, die moest ook haar zaken presenteren, dat hij plotseling ook enorm bezorgd was over de bestaanszekerheid. Ja, hij zat het over ik de politieagent. Ik begreep dat het schriftelijke programma nog erg gericht was op de immigratie, maar dat haar persconferentie voortdurend over de bestaanszekerheid. Daar heeft natuurlijk de VVD een harde dobber aan. Gelukkig voor de VVD heeft de kiezer het geheugen van een renaal. Ik heb het vaker gezegd. Maar ja, wie is er verantwoordelijk voor het feit dat de bestaanszekerheid in Nederland in de klem zit? Dat is de VVD. Oké, geholpen door coalities en bejaagd door de Tweede Kamer, maar desalniettemin de hoofdverantwoordelijke is de VVD. En het specifieke soort van beleid wat de VVD in de afgelopen 13 jaar heeft voorgestaan. Ja, daar zit je dan als het de campagne gaat over de bestaanszekerheid. Je begrijpt wel dat natuurlijk zowel in Omtzigt zijn ploeg, al weten we niet wie dat gaan worden, als bij de linkse combinemessen geslepen kunnen worden. Ja. Wat is de strategie daarachter dat de VVD iets meer dus ook naar de politieagent, de normale man in de straat, beweegt? Ja, waar ze al die gigantische bezuinigingen hebben bewerkstelligd, die nu tot al die rampen leiden, dat heb je dat gelezen, dat criminaliteit onder de 2000 euro wordt niet meer gestraft. Ik heb al bij de notaris een aanvraag gedaan voor de oprichting van het bedrijf, wat zich volledig bezighoudt met criminele daden onder de 2000 euro. En wat was de reden daarvan? Dat heb ik even gemist, dit nieuws. Omdat ze geen tijd hebben bij de politie. Ja, ze zijn ontzettend druk met van alles en nog wat. En denk, die kleine dingetjes kunnen ze dus niet meer doen. Dus dat betekent in feite dat de criminaliteit tot 2000 euro wordt niet meer bestraft. En dat is natuurlijk een heel grote dat groep. Dat is een vrij om. Daarom dacht ik ook, ik maak hier een bedrijf van. Dus dit werk je in de hand? Dit wordt mijn tweede bedrijf, zoals je weet. Ik heb wel een tractorverhuurbedrijf. Dan moet ik geef toe dat ik een beetje met de financiering zit. Ik wou 5 van die grote tractoren uitkopen. Misschien kan ik een korting krijgen. Weet ik nog niet precies. En dan doe ik dit bedrijf, dat is criminaliteit onder de 2000 euro. Dus ja, dat gaan mijn medewerkers gaan stelen bij de supermarkten. Tot 1999 euro. En dan komt de politie en ja, sorry. Maar de afspraak was dat dat niet vervolgd zou worden. Dan moeten jullie wel aan die afspraken houden. Dus kijken wat de rechter daarvan vindt. Die ook geen tijd heeft, zoals je weet. Ik weet niet hoeveel duizenden zaken er geseponeerd worden. Allemaal, waarom? Omdat de rechterlijke macht in Nederland moest zo dringend volledig gereorganiseerd worden. En... reorganisatie betekende in de afgelopen 20 jaar altijd bezuiniging. En nu zitten we met de gebakken peren. Maar wat doet dit met de maatschappij? Want als je dit natuurlijk... Nou, dat is een rampzalige zaak natuurlijk. Als ik er een ramp over kan maken dat je een bedrijf kunt beginnen wat gaat stelen tot 2000 euro, omdat de politie toch niet komt vanwege tijdsgebrek, dan is er iets grondig mis. Dan zou je kunnen zeggen... Als je dan toch naar die Omtzigt wil kijken, ja, dan is er ook in het sociaal contract... is iets grondig mis.
En waarom is er iets grondig mis in het sociaal contract? Omdat we de afgelopen kwarteeuw uitgegaan zijn, van een filosofie die in feite op het punt van het sociaal contract grondig mis was. Hoe vaak hebben we het er niet over gehad? Mm. Hè? Dat gereorganiseren en al die bezuinigingshonders. Maar nu werk je dus ook burgerwacht in de hand. Want als de politie dit niet doet, dan gaat de burger het zelf wel doen. Dan moeten de burgers het zelf opknappen. Ja. Hè? Dat geldt ook voor die supermarkten waar mijn ploeg dan gaat stelen tot 1999 euro. Je zou beter een bedrijf kunnen oprichten dat daar dan de beveiliging op orde gaat brengen. Ik heb twee bedrijven. Ja. Dus als het stelen niet zo handig gaat, dat ze goede camera's hebben, dan kun je ook beveiligers sturen. Ja. Maar dan toch even naar die vraag. Met dieven vangt men dieven, vergeet dat even niet. Maar die vraag, waarom de VVD dus meer opschrijft, heeft dat ermee te maken dat ze denken, oké, dan kunnen we daar mooi ook zieltjes winnen? Nee, ik denk dat ze zich de takken zijn geschrokken, omdat die hele campagne natuurlijk totaal anders blijkt gestart te zijn dan ze hadden gedacht. Ik weet niet of je het zag toen ik met die Eerdmans daar aan tafel zat, dat die Ja 21 club die stond in december op 13 zetels. Ja. Nou ja, daar hebben ze natuurlijk een band, VVD hopen ze ook aan dat pot. Verdomme, ik snapte niet zo goed waarom ze hem hadden uitgenodigd, want het ging over een paar mensen die dus niet meer bij hem wilden zijn, die weggingen, en daar werd ontzettend veel aandacht aan besteed. Ja, en niet aan het inhoudelijke aspect van de zaak. Wat vond mij, ik had nog wel de gelegenheid om even te zeggen, aan het einde helemaal. Ja, hè? Ja. Dat hij naar mijn smaak bepaald geen vertegenwoordiger was van een nieuwe politiek. Nee. Maar bij uitstek natuurlijk een verzamelaar van de restanten van de oude politiek. Ja. Ze lieten van de week ook op tv hele oude beelden van hem zien toen hij nog bij de LPF zat. En toen zei hij nog tegen jou, ja, maar ik zit er minder lang dan Omtzigt. Die zit er veel langer. Nou ja, alsof dat op zichzelf een verdienste is. Je moet ook wel een goed Kamerlid zijn natuurlijk. Ik vind sowieso iedereen die zich ooit geëncarneerd heeft met Thierry Baudet, dat is voor mij no-go. Daar heeft hij ook bij gezeten? Ja, tuurlijk. Dus hij is bij Fortuin begonnen? Ja, hij kreeg ruzie met Thierry over, volgens mij, over de muziek die ze op een avondje gingen draaien. Thierry wou, weet ik het, Chopin of zo. En Eerdmans wou een lekkere pop, want dat schijnt, hij schijnt ook een succesvolle DJ te zijn. Ook al? Ja. Ja, ook daar kun je zeggen, rechts kan zich ook beter samenvatten of samenpakken. Nou, ik ben benieuwd hoe ze dat precies gaan doen. Want ik, naar mijn idee, ups, kom op Wesp, doe dan niet zo stom. Zit er een we hebben een Wesp in de studio, in de auto. Oh. Ja, nou, ik dacht dat hij al, kijk, ga nou toch naar buiten, joh. Kijk, hij is weg. Ja, ik hou er niet van om ze dood te slaan. Ja, zo'n beestje heeft ook recht van leven, toch? Tuurlijk, en dat is heel zinvol. Sociaal contract met wespen moet ook behoorlijk worden onderhouden. En we hebben er heel veel aan, want ze zorgen voor heel veel nuttige dingetjes. Ontzettend. Insecten zijn sowieso nuttig. Het is een drama dat in op allerlei plekken dus iets van 80% van insecten verdwenen is. Dat is natuurlijk een hele verschrikkelijke zaak die ons te denken geeft. Ja. En dan ook die hele insecticide vanwege dat gedonderjaag met die EVP in het Europese parlement. Ziet het dan uit dat die insecten, dat verbod op die insecticide weer uitgesteld zal worden. Mm. Door die verschrikkelijke meneer Weber. Ik weet niet of je dat leuke stuk had gelezen van Carolien de Ruiter in de Kwaliteitskrant. Waaruit we konden dus opmaken dat mevrouw Kaag feitelijk min of meer beloofd was dat ze naar Brussel kon. En dat ze voor de bus is gegooid omdat Ursula von der Leyen liever een christendemocraat had. Om het meneer Weber naar de zin te maken die een ultrarechtse Beierse politicus is. Wat je ook weer denkt, grote god nog aan toe. Wat een drama allemaal, die politiek. Je zult Kaag maar zijn. Ik denk dat zij heel geschikt zou zijn, gezien haar profiel. Liever geschikter dan Hoekstra, laten we wel wezen. Dan las ik wel in een reconstructie dat Hoekstra, want hij komt voor de schermen, zegt hij eigenlijk nooit iets. Hij is altijd, hou dat de boot af en hij zegt, kan ik nu nog niks over zeggen. Maar dat hij achter de schermen heeft gezegd, er is eigenlijk weinig waar ik niet voor geschikt ben. Blijkt hij daar gezegd te hebben. Ja, prima. Ja, misschien kan hij ook nog een film maken of een documentaire. Hoe vernietig ik een politieke partij? dat zou een meesterlijke documentaire kunnen worden. Maar het is natuurlijk, als je vanuit zijn eigen perspectief kijkt, hij zorgt goed voor zichzelf. Want hij regelt nu weer, met hulp van Rutte, een baantje voor zichzelf. Ja. Waarbij hij dus kennelijk de steun had van Ursula von der Leyen. Die om alle redenen die helemaal niets met Nederland te maken hebben, voorlopig meneer Weber tevreden moet houden. Ja. Vanwege haar tweede termijn. Je kunt ook denken, het is nog een jaartje en daarna zijn de verkiezingen en de vraag is... Ja, we zullen zien hoe dat af gaat lopen. Of we dan
Maar ja, ik denk dat hij dan toch gewoon blijft zitten, eerlijk gezegd. Ja, nou, hij gokte natuurlijk op. Dan zit ik daar in die Europese kringen. En dan is er vast wel weer iemand anders die me wil hebben. Daar. Ja, nou ja, goed. Laten we zeggen dat hij in ieder geval thuis geen overtuigende indruk heeft gemaakt. In Den Haag bedoel je dan, met thuis? Nou, in Nederland in bredere zin, zou ik zeggen. Hmm. Ik weet niet, zijn er in Nederland nog Hoekstra-enthousiasten? Nee, ik weet niet hoe... Is er nog een fanclub van Hoekstra? Nee. Waar ik wel benieuwd naar ben, is waarom hij uiteindelijk die consultancy-wereld heeft verlaten. Want daar past hij natuurlijk ontzettend goed, gezien zijn profiel. Waarom is hij daar weggegaan? Waarom is hij de politiek in gegaan? Want heeft hij toch niet veel talent voor? Ik denk dat het inhoudelijk misschien toch niet erg spannend is. Ja, je verdient daar dik, dus dat je verdient in de politiek minder dan bij de consultancy, denk ik. Hij houdt ook niet echt van de politieke aspecten. Nee, want hij wil geen campagne voeren. Als bestuurder. Ja, hij wil geen campagne voeren. Met de media gaat hij ook niet heel handig om. Nee. Het is een stijve hark eerste klas, toch? Bovendien is hij zo lang dat hij bij al die Europese politici maakt hij de indruk een groeistoornis te hebben. In Nederland ben je dan eigenlijk vrij normaal, maar die Meloni, is de helft van Hoekstra. Een groeistoornis. Sorry dat ik jullie stoor, maar mijn egoïsme wint het. Wat zegt u? Mijn egoïsme wint het. Oh, en dat is? Wat houdt dat in? Nou, dat ik toch even wilde kijken. Of wij hier staan. Ja, omdat ik altijd de podcast luister, dus ik weet dat jullie hier staan. En ik moest naar de Pieter Saderenstraat voor die schildering die daar op de muur was. Leuke stad, hè? Echt mooi. Jan. Moet u vooral naar deze podcast luisteren die wij nu aan het maken zijn. Ga je weer een schilderij doen? Tom weet het ook nog niet. Ah, oké. Daar is ze verrast om. Ja. Toen zag ik dat het hier zo dichtbij was. Toen dacht ik, nou, moet ik even kijken. En dan treft u het nog, want doet nooit op zondag. Oh, echt niet? Nee. Nee, dat was mijn schuld. Ik had gisteren iets met familie. Top, dus, kon ik een fotootje maken. Maak maar een foto. Zeker. Wat kinderachtig, hè? Nee, als ze helemaal niet uit zou hoeven te stappen. Nee. Wat zegt u? Als ze maar niet uit hoeven te stappen. Ah, dan is mijn Ferrari puber. Oké. Ernstig, het is echt waar wel een puber, maar... Maak gerust een foto, dan gaan wij gewoon door. Is dat goed? Ja, natuurlijk. Okay. Sorry hoor. Nee, geen probleem. Moet even voor de luisteraars kunnen dat zien. Komt een mevrouw die vaak luistert, die komt langs en die maakt nu een foto. Wat is uw naam? Wendy Zwart. Wendy. Kijk, Wendy Zwart. Dus hartstikke leuk. Nou, wat mooi. Je ziet die hond denken van, wat is dit voor poppenkast? Oh, je hebt ook nog een hond bij je. Dat zie ik nu pas. De hond zit inderdaad achter op de fiets. Ik heb een gein gezet en daar ben ik gaan fietsen. Nou, wat leuk. Leuk. Succes. Dankjewel. Dag. Hoi, hoi. Ja, inderdaad. Grappig. Het hondje zit achterin. Dat had ik helemaal niet gezien. Je zag in die ogen van die hond dat hij... Ja, wat is dit voor onzin? Ja. Kunnen we niet doorfietsen? Ja. Je hebt ook wel eens, als je met mensen in gesprek raakt in het park, die een hond bij zich hebben, het gesprek duurt langer dan, ik zal maar zeggen, 6 minuten. Dan beginnen die honden ongeduldig te blaffen. En zo echt van zeg, wat is dit voor flauwekul? Het ligt ook wel aan het type hond wat je hebt, hè? Het soort. Het zijn ongeduldige honden natuurlijk. Ja. Dit leek me al een wat oudere hond, die vrij bedaagd reageerde, maar goed. Nou, we hadden het over Hoekstra. En, ja, we hadden het over Hoekstra. Dat jij zei een groeistoornis en dat hij dan op de foto's opvalt. Maar goed, hij gaat in ieder geval in Europa. Hij moet wel nog naar die commissie, hè? Ja. En ze moet nog gewoon kritisch bejegend worden. Dat is het moeilijkste stuk. Door het parlement, begreep ik. Want dit gesprek met Ursula... Vooral omdat hij natuurlijk als opvolger van Frans Timmermans, die groene maatregelen erdoor gejast heeft. Waarbij die Weber natuurlijk steeds gedacht heeft, oh jee. Het schijnt, dat begreep ik uit al die stukken, dat enorme succes van die BB-beweging ook in Europa breder een indruk heeft gemaakt op al die partijen die natuurlijk in dat christendemocratische midden zitten. Die denken, god allemachtig, hè. Misschien worden die boeren bij ons ook wel boos. Want die Franse boeren hebben ook een aanzienlijk boosheidspotentieel. Die Duitse boeren, dat kan ik me nog niet zo herinneren eigenlijk. Nee. Want die Franse boeren gooiden altijd tonnen van die heerlijke artisjokken op de weg. Dat je denkt, zonde van die artisjokken. Maar Hoekstra moet dus nog naar die commissie. En dat brengt ons ook weer eventjes bij Mona Keijzer. Die dus weg is bij het CDA. En jij zei van, ja, het is een beetje partijhoppen. Maar zij zegt, ja, ik heb er 34 jaar gezeten. Ik ben niet zomaar over één nacht ijs gegaan. Nee, maar goed. En iedereen zegt natuurlijk, en dat is grotendeels juist, dat die Club van Omtzigt gewoon het nieuwe CDA is. CDA, hij Omtzigt had geloof ik inhoudelijk niet zulke problemen met het CDA, als ik het allemaal goed had begrepen, maar het lag persoonlijk. Nou ja, ze hebben hem weggepest, dat blijkt achteraf vrij stom te zijn geweest.
ook weer die achterlijke leiderschapsverkiezingen in die partijen die niets dan narigheid veroorzaken. Hou daar nou toch eens mee op, jongens, met die onzin, met die democratische poppenkast. Iedereen weet vaak wie je als leider wil hebben. En dan krijg je alleen maar ruzie en narigheid in de tent. Dat zijn allemaal barsten die nog jarenlang doorlopen. Dus stop ermee. Goed. Zo omzet is voor zichzelf begonnen. Ja. Daarbij gesteund door. En gebaseerd natuurlijk op een solide reputatie. Als hardwerkend en gedetailleerd geïnteresseerd Kamerlid. Hmm. Want zijn charisma is het natuurlijk niet. Nee, maar de CDA had beter kunnen zeggen, laten we Omtzigt naar de partij leiden en ja, de stemmen binnenhalen. En dan gaan we Hoekstra, als we in het kabinet komen. Weet je nog komen. Die verkiezing met Hugo de Jonge eerst? Ja. Was het verschil toch? 250 stemmen of zo? Dat was niks. Stelde niks voor. Je had de indruk, dit is... En precies, je had al de indruk, dit is wel goed eigenlijk. Hè? Is dat dan een eerlijke verkiezing? Had beter dus. Maar ja, nu rukken ze zich natuurlijk daar uit de kop, voor zover ze die nog hebben. Ja. Want Bontebal die heeft ook nu weer zo'n speech gegeven waarin hij zijn mening geeft over... Ja, het leek me een heel sympathieke jonge man, maar ja, je zult maar zo'n erfenis krijgen. Wordt benoemd als een kapitein op een lekkende sloep. Ja. Ja, maar de conclusie is, CDA moet de komende jaar gewoon op de blaren zitten. 3 zetels nu in de peilingen. Als ze het overleven. Als dat DSC natuurlijk... het sociaal contract, heb ik het goed afgekort. En nieuw sociaal... NSC is het. Oh ja, nieuw sociaal contract. Ja. Sorry, zie je. Nieuw sociaal contract. Als dat een beetje een succes wordt, dan kan het CDA natuurlijk wel inpakken. Maar Omtzigt heeft wel gezegd, ik ga dus in het idee is dat hij op bepaalde plekken kun je op hem stemmen en op andere plekken niet, zodat hij niet te veel zetels krijgt. Ik begrijp dat het die kant op gaat, maar ik heb daarover nog geen enkel detail gelezen. Eerlijk gezegd, daar moeten we nog even afwachten. Dat betekent in allerlei opzichten dat dan de verkiezingsstrijd toch weer zal gaan tussen de linkse combi enerzijds. Als je dan toch aan die minister-president wil denken, enerzijds en de VVD anderzijds. Maar ja, ik heb het al eerder gezegd en ik denk het voortdurend. Deze verkiezingen gaan wat mij betreft maar over één kwestie. Dat de VVD uit de cockpit moet. Weg met de VVD. Jullie hebben een fantastische kans gehad. Ruim 13 jaar in feite de koers van Nederland bepaald. Dat is wat mij betreft geen groot succes geworden. Anders dan veel andere mensen schijnen te denken. En nu is het klaar. En als Omtzigt het effect heeft dat de VVD dus naar plaats 2 evolueert, dan ben ik al erg gelukkig. Overigens, ja, we doen nou net dat dan Omtzigt meteen, of liever gezegd dat we dan een stabiel kabinet hebben voor de volgende 10 jaar, daar is natuurlijk geen sprake van. Het is duidelijk dat we in een beetje een onrustige periode verkeren. Hè? Zoals je op Texel, heb je 12 prachtige dagen, maar ineens zie je s'avonds aan de avondlucht, er zit onrust in de lucht. Hè? Want die rare, eerst begint met windveren en dan krijg je allemaal strepen en donker stukjes. En dan denk je, en verdomd. Midden in de nacht hoor je toch een knal, zegt dat je denkt de wereld vergaat. En dan regent het nog 2 dagen. Hmm. Dus ja, dat kan politiek ook het geval zijn. Maar vind je het verstandig wat Omtzigt zegt van, hey, ik zorg duurzame groei, noemt je het, of verstandige groei, of verantwoorde groei, dat was het. Ja, dat kan ik me vanuit zijn standpunt goed voorstellen, omdat hij natuurlijk geen mensen kan vinden. Kijk nou naar het zwakte bot. Nou, 1000 mensen hadden gesolliciteerd bij hem. Ja, nou, je begrijpt toch wel wie dat zijn. Dat zijn de schelders van Twitter. Dat zijn allemaal mensen die ook zelf helemaal niet begrijpen dat ze totaal ongeschikt zijn. 1000 sollicitanten, dan weet je al dat er misschien 2 geschikte figuren bij zijn. En de rest zijn ruziemakers, querulanten, zojuist uit het gekkenhuis ontsnapte personen. Nou ja, ga zo maar door. Dus ik begreep helemaal niet dat ze een soort open sollicitatie hebben georganiseerd. Dat zou ik nooit hebben gedaan. Nou ja, wel, dat stond op zijn website. Hij kon je dus aanmelden. Als ja, je leek mij niet verstandig. BBB heeft er 500 binnengekregen. Dat is ook wel veel. Ja, en die komen dan met dit zwakte bot. Hè? Mona Keizer en die andere. Die verrafelde figuren. Van de PVV. Die dan nu al overgestapt zijn naar de BBB. Waarvan ja, Caroline wel zei, van het zijn mensen die echt op handen gedragen worden. Bij de eentje is bij de politie heel erg goed ingevoerd. De andere in de zorg is arts zelf. Eerlijk gezegd geen zak schelen waar ze op handen worden gedragen.
Maar ze zijn ook goed ingevoerd. Het is een arts. Nou, ik weet het niet. Het zijn hoppers. Als je ooit geleerd hebt met Thierry Baudet, sorry, dan ben je wat mij betreft nimmer meer serieus te nemen. Ja. Er waren wat luisteraars. Dan kom je in eenmaal echt een hele andere afdeling. Luisteraars zeiden ook van dit is de ondergang van de BBB wat ze nu doen. Want ze hadden allemaal van die gelukszoekers in huis. Die gaan ruzie maken met elkaar. Ik was, waar ik mee begon, ik was stupefair over zo'n waardeloze move als dit. Had ik toch beter verwacht van die Van der Plas. Maar ze wil zelf niet het kabinet in. Nee, dat in. Begrijp ik. En ze heeft natuurlijk wanhopig omgekeken naar een potentiële leider die er eigenlijk niet was. In allerlei opzichten, want anders kom je niet met Mona Keizer natuurlijk. Nee. Ik denk dat we dit van Omtzigt ook nog wel kunnen verwachten. Hè? Want die wil ook in de Kamer blijven. Dus die gaat ook nog een soort van kandidaat. Dat vind ik op zichzelf wel een heel verstandig beleid. Ook bij BBB? Je kunt volgens mij heel effectief politiek leiding geven vanuit de Kamer. Ja. Ik denk natuurlijk even aan Romme. Ja, het zal voor de meeste mensen niet zo heel veel meer zeggen. Maar dat was de baas van de KVP. En die leidde de KVP met strakke hand. Dat hele idee dat je per se het kabinet in moet, is naar mijn idee een misvatting. Hmm. Maar dan moet je dus wel goede mensen in je partij hebben. Omdat je in het kabinet in allerlei opzichten een andere functie hebt dan als Kamerlid. Ja, maar stel eventjes vooruitdenken, BBB gaat meedoen in het kabinet, blijft Caroline in de Kamer zitten, gaat Mona het kabinet in. Nou, dat heeft ze al een keer gedaan, dus die ervaring heeft ze, maar ook allemaal die andere dat typen. Dat heeft ze al een keer gedaan, met wat voor een speciaal effect dat ze erin geslaagd is om een unicum te realiseren, namelijk dat Rutte haar uit het kabinet gezet heeft, omdat ze de meest elementaire regel op dat punt heeft overtreden, namelijk dat je hebt te houden aan het gezamenlijke kabinetsbeleid. Dat je er misschien niet gelukkig mee bent, dan mag je best in je memoires opnemen, maar dat kun je niet gaan rondtettigen via de televisie. Even de Telegraaf had ze het hier gedaan, ja. Caroline zei, dat vond ik juist stoer dat ze dat heeft gedaan. Toen dacht ik, kijk eens eventjes, wat een vrouw. Ik vond het wel stoer. Je bereikt er niks mee dus. Behalve dat je uit het kabinet terecht uit het kabinet gelazerd wordt. Ja, maar ze krijgt toch ook wel van Caroline een andere roem van hey, dat je dat durft, dat je dat hebt gedaan. Ja, goed, misschien heeft Caroline ook niet precies in de gaten wat de rol van een kabinet in Nederland is. Dat weet ik niet precies. Ja. Ik vond de hele vertoning een uniek zwakte bot. Ja. Ik kan me nog een keer herinneren dat ik met Mona Keizer bij een congres had over digitale zaken. En toen ging het over cookies. En toen dacht zij dat het dus over die cookies ging die je kunt eten. Maar het ging natuurlijk over de internetcookies. Okay. Oh. En toen zag je de woordvoerder toch wel eventjes bedenkelijk kijken. Zo, want dit had je toch wel kunnen weten. Dat, dat doet een beetje denken aan Wim Kok die niet wist wat de muis deed. Is dat zo? Ja. Hoe ging dat dan? Nou ja, hij wist niet dat voor de moderne computers het WYSIWYG, zal ik maar zeggen. Dat per muis bestuurd werd. Waardoor je natuurlijk meteen begreep. Dat die, nou ja, wanneer is de computer in Nederland een normale zaak geworden? Eind jaren 70, begin jaren 80, dat die toen al zo hoog gestegen was dat hij natuurlijk altijd de secretaresse had. Dat hij een briefje dicteerde en dat werden de secretaresse op de computer getypt, ongetwijfeld. Maar hij had nooit een computer bediend. Dat vond ik wel vrij geestig. Ja. Dit is hetzelfde wat de oude Bush overkwam. In die supermarkt. In die supermarkt, ja. Met die piepding, weet je wel. Plop, plop, plop. Dat werk. Die had geen idee. Was van Kennedy toch ook bekend? Die had geen geld bij zich. En dan bouwen ze wel eens een ijsje eten of zo. Of misschien ook dames betalen. Ik weet het niet precies. En dan moesten die arme secret agents of nee, hoe heette die beschermers. Die moesten dokken. En ik heb begrepen dat ze het nooit terug hebben gekregen. Hele rijke mensen gaan heel anders met geld om. Ja. Hey, en BBB en Nieuw Sociaal Contract, die willen eventueel ook samen een bondje sluiten. Dus dat ze samen optrekken in die Tweede Kamer. Nou, dat wil ik eerst nog wel eens zien. Oké. Vooral natuurlijk omdat dat Omtzigt aan het publiek verklaard heeft dat hij niet een pleitbezorger van de Nederlandse vleesindustrie wil zijn. Dus ja, dan wil ik wel eens weten wat de basis van die bond is. Ja. Er werd ook gevraagd, hè, ook aan Caroline, van hey, wanneer moet ik nou op Omtzigt stemmen? Wanneer stem ik nou op jou? En toen zei zij van, ja, wij zijn meer voor dat de bus blijft rijden en dat het zwembad open blijft. En ja, ik begrijp dat Omtzigt dus tegen het rijden van de bus is, dat hij ook moet stoppen. Nee, dat heeft hij niet gezegd. Maar hij ziet, BBB ziet ook meer voor die kleine netjes buiten de stad vooral, dat daar het leven op orde blijft. En Omtzigt is daar ook niet tegen, maar die is meer hoog over. Ja. Overigens heb ik nooit begrepen waarom die buslijnen gestopt worden uit zuinigheidsoverwegingen. Ook privatisering, hè? Wat een fantastisch idee. We privatiseren het.
Zodat ja, buslijnen waar weinig rendement gedraaid wordt, die zijn er natuurlijk in het achterland op grote schaal, die worden stopgezet. Het is een beetje, het doet een beetje denken, ik heb een tijdje vrij regelmatig voor de hoe heet het, de Raiffeisenbank, nee, de Rabobank. De Rabobank gesproken. En dan eerst kwam je op zo'n bijeenkomst van Rabobank klanten. En dan werd er eerst, en dan kwamen altijd de oude mensen klagen dat in hun dorp, het was, speelde meestal zich af in Brabant. In Bokstel? Was het, ja, in Bokstel ongetwijfeld. En daar was nu het kantoortje van een Rabobank gesloten in verband met bezuinigingen. En dan dacht ik, ja, wat is dit voor onzin? En ondertussen had je gelezen dat de Rabobank dat jaar 6 miljard verdiend had. En dan ging zo'n kantoortje dicht. Desnoods open je in 3 dorpen met dezelfde dame die de basishandelingen kan verrichten, 3 kantoortjes. En dan heb je maandag en dinsdag, woensdag en donderdag en vrijdag en zaterdag heb je kantooruren. Die oudjes die vaak geen auto's hadden, moeten ze dan met de bus, weet ik veel, naar Veldhoven of zo, om daar dan hun bankzaken te gaan doen. Nou heb je tegenwoordig de app natuurlijk, dat weet ik, maar dat had je toen ook nog niet. Ik vond dat zo'n ongelofelijke klotenstreek van die bank. Ook van een verbijsterende, inhumane kortzichtigheid. Dat je denkt, ik heb er ook wel eens iets over gezegd. Ik zeg, dan is nou de zoveelste keer dat de oudjes komen klagen. Vanwege dat achterlijke beleid van jullie. Wat misschien een paar duizend, enkele tienduizenden euro's per jaar uitspaart. Op wat jullie verdienen. Hè? Maar dan moet je dus op de BBB. Wat een bank. Hè? Wat een service van Jan Doedel. Dan moet je dus BBB stemmen, want die wil dus de pinautomaat in de dorpen houden. Ja, maar ik ben tegen de vleesindustrie, net als Omtzigt, dus dat gaan we niet doen. Hmm. Dat wij natuurlijk een buitenproportioneel geëxpandeerde landbouw hebben, ja. En dan zeggen ze altijd, dat vind ik ook zo lollig. Ja, anders hebben jullie niks te eten. Hmm. En we exporteren geloof ik 70% in totaal van onze landbouwproductie. Nou ja, het schijnt, nou ja. Dan gaan we niet in deze technische zaken. Nog één ander dingetje, hè? Want kiezers zijn nu ook zoekende van de BBB. Waar moeten we die plaatsen op? En ook dat geldt ook voor een nieuw sociaal contract. Links, rechts, daar hebben wij het ook eens over gehad. Caroline, die zijn nu bij Op1, waar ze op vrijdag zo'n politiek programma hebben met Kokkelman en Thijs van der Brink. Ja, we moeten dus af van dat links-rechts denken. Van ja, je bent of links of rechts. Dit is ook zo'n kletspraat wat we al een halve eeuw horen. Links en rechts bestaan nog steeds. En links wil iets meer overlaten aan de overheid dan rechts. Links gelooft niet zo in die ongelooflijke zelfredzaamheid van de burgers. Tip-top in orde, zoals je weet, in Bloemendaal, maar elders misschien toch iets minder goed georganiseerd en werkend. Ja, dat verschil is er nog steeds. Dat toch anders tegen de overheid wordt aangekeken. We hebben nu 13 jaar... Nou, eigenlijk al wel 20 jaar ervaring met het idee dat de overheid eigenlijk een lode last is op de schouders van de burger. En het gekke is, dat moest veranderen. De burger moest wat meer vrijheid hebben. Jessel Gus begon ook weer over op dit thema door te zeuren. En het probleem is dan, dat is misschien niet eens zo'n slecht idee, maar als je vervolgens in feite alle overheidsmaatregelen wel ondergeschikt maakt aan een immens complex beoordelingsapparaat. Hè? Heb je een subsidietje gevraagd op die 2 microfoons. Maar dan moet je dus wel 26 formulieren in triplo invoeren, insturen om die vergunning te krijgen en om dan dat geld te krijgen. En dan wordt erop beknibbeld. En nou ja, kortom, het is schijn geweest. Het lijkt alsof de overheid je meer ruimte geeft. Maar in feite geeft de overheid je minder ruimte. Bekend voorbeeld zijn de zonnepanelen en de BTW. Hè? Dat moest je volgens mij eerst terugvragen via allemaal formulieren. En dat hebben ze nu makkelijker gemaakt, dat automatisch gebeurt. Ja, ik heb eens bij de zonnepanelen, kreeg ik automatisch de BTW terug, geloof ik. Ja, maar daar hebben ze dus die bureaucratie eruit gestreept. Dat is natuurlijk, dat scheelt geld. Dat kan op tal van terreinen. Ga praten met huisartsen en mensen in de medische sector die zitten geloof ik een kwart van de tijd formulieren in te vullen. Hè? Vanwege die enorme fantastische vrijheid die ons zelfredzame burgers door die lui, die neoliberale beleidsmakers geboden is. Mm, ja. Maar dat verschil is er nog steeds. Dat laat je niet in de luren leggen door praatjes dat links en rechts niet meer bestaan. Dat is gewoon. Maar waarom zegt zij dat dan? Nou, omdat het een soort vaagheid creëert die mensen aantrekkelijk vinden. Ze willen niet per se links of rechts zijn. Ze willen gewoon dat de dingen gewoon gaan. Recht door zee, zei Rita. Ja, nou,
Ook zo'n ongekend politiek succes onder Rita. Jongen. Ik begreep dat er nu in Den Haag een hele complexe coalitie tot stand komt. Waarin toch, hoe heet die, buiten de... Richard de Mos. Ja, ik denk altijd aan die voetbaltrainer, sorry. Aad de Mos. Ja. Zijn dat broers of niet? Nee, dat weet ik niet. Oké. Waarbij in ieder geval, en zij zou dan voor Richard de Mos zou zijn waterwethouder worden. Maar dat gaat dus ook al niet door. Net precies op het verkeerde paard geweest. Maar waar staat BBB dan? Als we dan toch dat moeten plaatsen? BBB is iets heel anders, denk ik, dan Omtzigt. Laten we dat voorop stellen. Want BBB is in essentie een lobbybeweging. Namelijk een lobby voor de Nederlandse landbouw zoals die op dit moment functioneert. En een lobby tegen de aangekondigde, door velen noodzakelijk geachte veranderingen in de Nederlandse landbouw zoals die nu functioneert. Het is ook helemaal niet verbazingwekkend dat die partij voor een niet onbelangrijk gedeelte, begreep ik, gefinancierd is door grote veevoederbedrijven en misschien de Rabobank. Iedereen die, laten we zeggen, mega een rol speelt, vooral omdat die natuurlijk belangen in het geding zijn, die deels zelfs bovennationaal zijn. Dat zijn grote firma's die in allerlei opzichten belang hebben bij de huidige toestand van de landbouw in Europa. En dan kom ik terug op mijn punt. Zij is daarvoor vast een eenmanslobbyist, uitzonderlijk succesvol, dat moeten we er wel even bij zeggen. En in feite is die partij nog steeds een lobbypartij voor een specifiek doel. Namelijk de Nederlandse landbouw zoals die nu functioneert. Dat is Omtzigt helemaal niet. Omtzigt heeft in feite, naar mijn idee, vrij nuttig aan de orde gesteld dat, en iedereen zegt van een rare naam, sociaal contract, dat de overheid zich helemaal niet aan zijn sociale contract gehouden heeft in de afgelopen decennia. En dan kom ik terug op de bekende vier grondwetsartikelen. Maar in bredere zin kom ik terug op het neoliberale beleid wat er gevoerd is. Waar hij natuurlijk niks mee heeft, dat begrijp je wel. Wat is Omtzigt? Omtzigt is sociaal linksig, links van het midden. En cultureel waarschijnlijk iets rechts van het midden. Kortom, hij zit in het midden. Ik denk dat de BBB-beweging, voor zover het niet de landbouw betreft, ongeveer hetzelfde profiel heeft. Maar vergis je niet. Kijk even door, zet even de röntgenblik erop. En dan zie je dus dat de BBB-beweging in feite een lobbyorganisatie is. Maar wat betekent dat? Dat is Omtzigt niet. Nee. Dat de BBB-beweging niet waar zich druk maakt over het beleid ten aanzien van de Nederlandse landbouw. Die een zeer omvangrijke omvang heeft. En wat betekent dat? Omvangrijke omvang. Een beetje raar, maar goed. Dat betekent dat naar mijn idee, kijk, daar is die weer. Hij is meteen weer weg. Vindt die podcast interessant? Ja, het gaat over een wesp, dames. Ja, of hebben een bepaalde geur die wij... Ja, het kan ook een wespengeur zijn die wij veroorzaken. Ik waarschijnlijk. Geen idee. Dan moet je toch een beetje zoetig ruiken. Zou ik suikerziek zijn of zo, zonder het te weten? Ah. Hoe dan ook, ja, dat zul je dus merken, want de BBB-beweging zal zich verzetten tegen ingrijpende maatregelen die de boeren in Nederland treffen. Ja, maar nieuw sociaal contract zit dus een beetje op de plek van het CDA. Is gewoon het CDA. Is het CDA, het nieuwe CDA. Ja. En BBB, zit die dan daar ook in de buurt of zit die meer rechts? Die is daar niet meer dan een onderdeel, zou je kunnen zeggen. Hmm. Omdat het ze uiteindelijk een beperkte agenda hebben. Ja. Er zal binnenkort wel weer een nieuwe peiling komen. Dan zien we dus ook wat het effect van Mona Keijzer als kandidaat premier. Dat zal niet zo'n vreselijk positief effect zijn. Denk ik hoor, ik weet het helemaal niet. Nee. Nog één dingetje wat we daar... Ja, de H.J. Schoollezing gaat zij ook doen, hè? Caroline gaat ze komende week doen. En dan gaan we horen hoe zij denkt over verschillende dingetjes. Ja. Jezielkes heeft het ook eerder al gedaan. Ja. En dus nu Caroline. Ja, ik herinner me nog steeds de H.J. Schoollezing van Buma. Maar die moeten mensen nog voor de aardigheid nog eens een keer nalezen. Dat was heel conservatief, toch? Ah, oh man, dat was die tijd dat het CDA wilde ze rechts van de VVD profileren. Ook zoiets. Hoe kom je op het idee? Ja. De CDA heeft echt alles gedaan om zichzelf onmogelijk te maken. Dat is op zichzelf een uniek proces geweest. Ja. Overigens heeft Caroline ook nog even uitgelegd waarom ze dus nu... Want ze zit nu met vier... Want nu begint het politieke seizoen weer. Ze zit dus nu met vier zetels in de Kamer. Hè, omdat die mensen meteen naar haar overkomen. Dat heeft ermee te maken als ze zouden wachten tot de verkiezingen.
Dat had onder andere ook met wachtgeld te maken en nou, met allemaal lastige regels in politiek. Daarna gewoon toch dus ook wel waar het werkelijk mee te maken had, dat die lui, de PVV staat natuurlijk op verlies. Dat is in deze constellatie vrij voor de hand liggend. Hmm. En natuurlijk die club van Ja 21, die staat natuurlijk op verdwijnen. Daar hebben ze ook nog dan in haap nummer 2 gezet. Hmm. Ook na al dat klawijt vond ik dat ook nog niet zo handig, eerlijk gezegd. Dus ja, die zagen erbij wel hangen. Dat is wel een fijn baantje. Ja. Als je niks anders hebt in het aanbod, dan is het een fijn baantje. Ja. Nog even één dingetje wat we even moeten rechtzetten. Er zijn mensen die zeggen, ja, deze podcast is een promotie van de linkse combinatie GroenLinks-PvdA. Dat is die helemaal niet, jullie, toch? Jullie zijn we hebben helemaal geen stemadvies gegeven, sowieso niet. En we hebben geen, op dit punt, ik zal TZT zal ik bekendmaken waar ik op ga stemmen. En dan kun jij eventueel ook zeggen. Moet jij natuurlijk zeggen, ik stem totaal anders. Ja, ja, tegenovergestelde. Ja, precies, het tegenovergestelde. Maar je begrijpt waarom dit is. Omdat wij een normaal kritisch commentaar hebben op de Nederlandse politieke gang van zaken. Dat betekent in grote trekken, zeker voor rechts-Nederland, dat je een slaaf bent van de mainstream media. Die man weet niet waar hij het over heeft. Die man heeft nergens verstand van. Nou ja, dat is dit. Dat is de onredelijkheid van Twitter. Daar moeten we ons echt niet al te veel van. Sowieso moeten we. Is het hele idee dat wij een specifieke politieke uitzending maken, is een misvatting. Wij geven commentaar op de actualiteit. Ja, maar het is niet zo dat je. Dat is heel kritisch commentaar, maar ook verstandig commentaar. En omdat het verstandig commentaar is, vinden rechtse mensen het niet goed. Want ja, je weet, rechts heeft het patent op een soort van onaangename, agressieve onverstandigheid. Hmm. Maar het is niet zo dat jij kritisch bent op het Omtzigt om maar Frans Timmermans in een goed daglicht te totaal plaatsen. Totaal niet natuurlijk. Die indruk levert een het beetje. Het is een godswonder dat ik niet al te kritisch ben op Omtzigt. Ik ben, laat ik het dan nog een keer zeggen voor alle duidelijkheid. Ik weet het is moeilijk om te luisteren. Ik ben vooral positief over Omtzigt omdat ik een kans zie om de VVD uit de cockpit te krijgen. We moeten een keer van de VVD af. Dat is het. De VVD heeft een onbeschrijfelijke hoeveelheid ellende aangericht. Oké, in samenwerking met, maar als leidende partij.